In deze film zetten we een foto om naar een ads. Ik ben er al een tijdje naar op zoek en het lijkt alsof ik iets gevonden heb. Werk met twee filters: verscherpen en de randen aanpakken. De eerste stap die je moet doen is je foto eigenlijk prepareren. En we gaan natuurlijk te werk op een manier dat we later altijd nog terug kunnen. Dus ik ga eerst mijn foto omzetten in een slim object. En dat doe ik heel eenvoudig door met rechts op de laag te klikken en te kiezen voor omzetten in slim object. Wat houdt dit in? Nou, alle bewerkingen die ik hierna ga doen, die kan ik later nog aanpassen. En dat is wel zo prettig. In plaats van achtergrond heet mijn laag opeens laag 0. Er staat een klein icoontje bij en het slotje is verdwenen. Het eerste wat ik ga doen, dat is verscherpen, en ik ga dat doen via hierboven filter verscherpen, en ik kies slim verscherpen. Ik zoom even een klein beetje in. Nou, wat wil je eigenlijk? Je wil een grote hoeveelheid verscherping, dus de hoeveelheid die zet ik in dit geval op 500. Je kan ook ietsjes lager gaan zitten. Het hangt een beetje af van de foto waarmee je te werk gaat, maar je wil in ieder geval een oververscherpte foto. En de straal kies je ook gewoon wat hoger dan normaal. Dat je een effect krijgt waarin je gewoon de pixellijntjes van in dit geval de haren ziet. Zet je het allemaal te zacht, dan wordt je foto wel scherper, maar zal het effect straks minder fraai zijn. Dus een grote hoeveelheid en een straal die het allemaal gewoon goed uit laat komen. En ik druk gewoon op oké. OK. Waarom werk ik dus met slimme filters? Dit filter, dit wordt niet toegepast op de laag, maar dit komt er eigenlijk aan te hangen. Je ziet het ook in het lage paneel. Er staat een filter onder slim verscherpen. En ik kan het uitzetten door op het oogje te klikken. Of weer aan. En als ik er op dubbel klik, dan kom ik terug in het filter en kan ik eventueel aanpassingen maken. Zet ik het bijvoorbeeld op 45%, druk ik op oké, OK, wordt het op deze manier toegepast. Maar ik blijf dus op die 500 zitten. De volgende stap die we moeten gaan doen, dat is een filter toepassen. En dat vind je hierboven bij filter en dan heb je daar filtergallery. En bij mij is dat lichtgrijs. Dat betekent dat ik het eigenlijk niet toe kan passen. Waarom kan ik het niet toepassen? Deze foto is in 16-bit. Een 16-bit kleurdiepte. En filtergalerij werkt met 8 bit. Dus ik moet eerst de omzetting maken. Dat doe ik via afbeelding modus en ik kies daar 8 bit. Is dat gebeurd ga ik terug naar filters en dan heb ik daar opeens de filter gallery tot mijn beschikking. Er opent zich een nieuw venster en laat ik eerst de foto even wat zichtbaarder maken. En wat je moet hebben dat vind je hier bij schets. En we kiezen daarvoor gescheurde randen. En je ziet al een klein beetje wat er gebeurt. Laat ik een klein beetje inzoomen. Zodat we gezicht en haar zien, hetgene waar het om gaat. Je hebt hierboven drie sliders. En eigenlijk de middelste slider zet je gewoon helemaal naar rechts. Als ik even het verschil laat zien. dan snap je wel dat we daar ook gewoon scherpe randen in willen. Dus die zet je op 15. Vervolgens hou je nog twee sliders over: balans, afbeelding en contrast. Daar kun je gewoon een klein beetje mee spelen wat je wil en ik zou het contrast niet te hoog zetten want als ik bijvoorbeeld even een klein beetje opschuif in de foto we hebben een uniforme zwarte achtergrond in de foto zet ik het contrast te hoog dan ben ik die kwijt. Dus dat is eigenlijk wel een klein beetje mijn grens. En ik kom rond de 9 uit. Dan hebben we nog balans, afbeelding en daarmee bepalen we eigenlijk wat er gaat gebeuren. Zet je die ver omhoog dan Krijg je eigenlijk een beetje een donkere foto, zet je hem ver naar links, wordt hij heel licht. En kies daar iets wat je bevalt. Laat ik het even op 6 houden. Ik druk op OK en ook dit filter wordt toegepast. Nu zul je soms aan de sliders kunnen trekken en een resultaat hebben wat over de hele foto prima bevalt. Nou, hartstikke geweldig. In dit geval is dat niet zo. Ik ben best tevreden met het haar. Ik vind daar allemaal mooie fijne lijntjes in zitten. Maar als ik kijk naar het gezicht, dat is eigenlijk weg. De neus is zo goed als wit. De neusgaten en de neusvleugels zijn nog een klein beetje zichtbaar, maar de brug is helemaal weg. De ogen zijn niet mooi, de lippen is uh, niet fraai. Dus dit wil ik niet. Ik wil wel het haar bewaren. Dat vind ik fraai, maar ik wil het gezicht even opnieuw doen. En dat ga ik gewoon heel eenvoudig doen. Ik ga deze laag dupliceren dat doe je hierboven via laag en laag dupliceren. Doe dit pas als je alle filters hebt toegepast. Waarom? Omdat alle filters meegaan in het duplicaat. En vervolgens kan ik een aanpassing gaan maken op dit gezicht. Ik dubbelklik op het woord filter gallery en ik zoek in mijn foto het gezicht op. En ik ga gewoon aan de sliders trekken zodat ik een beter Gezicht krijg. Wederom laat ik de slider vloeiend ongemoeid. Die laat ik gewoon helemaal op 15 staan. Maar ik zet de balans wat naar rechts en het contrast ook omhoog. En ik druk op ok. En nu wordt dit op mijn foto toegepast. Heb ik dus twee lagen. Als ik een klein beetje inzoom, ik heb een laag waar we nu tegenaan kijken. Laat ik er even op dubbel klikken en deze gezicht noemen. En ik dubbelklik even op de andere naam. En deze noem ik haar. Maakt het wat duidelijker. Van de bovenste laag ben ik happy over het gezicht. Als ik die uitzet, heb ik de onderste laag en daar ben ik happy van over het haar. En deze twee moeten we dus gaan mixen met elkaar. En dat doe je middels een laagmasker. Een laagmasker is eigenlijk niet meer dan het aan- of uitzetten van een laag. En je vindt het hieronder in dit witte vierkantje met een zwarte bolletje. Klik daarop en je krijgt naast je laag een wit vlakje. En alles wat in dit vlakje wit is, dat staat aan. Dat maakt de laag zichtbaar. Ik zet de laag eronder haar even uit, dan wordt het wat duidelijker. Als je nu dit masker selecteert, dan staan er deze vierkantjes omheen, dan kun je daarin gaan tekenen. Dus ik pak een kwast, ik zorg dat zwart mijn voorgrondkleur is. En als ik nu bijvoorbeeld in het gezicht teken, dan teken ik met zwart in dat masker en dan verdwijnt de inhoud van die laag. Hou ik even de alt ingedrukt en druk ik op het masker, dan zie je daar die zwarte vlek en die zwarte vlek zorgt dat de laag daar uitstaat. En dat betekent dat dat stuk van de laag transparant wordt. Nou, maak het even ongedaan. Ik wil hier dus eigenlijk alleen het gezicht van behouden. Dus ik ga alles zwart maken wat er omheen zit. Dat kan ik doen, maar ik kan ook zeggen ik ga alles wit maken wat gezicht is. Dus ik ga de hele laag vullen met zwart. Hij is nu compleet wit. En middels de sneltoets Ctrl I draai ik hem in één keer om van wit naar zwart. Heel de laag is nu met een zwart masker bedekt. Heel de laag is dus niet zichtbaar. Zet ik de onderliggende laag aan. En nu ga ik dus gedeeltelijk het gezicht terug laten komen. Wederom met de kwast. Wit als voorgrondkleur. En als ik nu ga schilderen, dan zie je dat ik daar de structuur van het gezicht in terug krijg. Je kunt door het hele gezicht gaan, dat zou ik op zich niet doen. Ik pak een kwast van een redelijke grootte met ongeveer 75% hardheid en ik ga hier gewoon langs de rand. Ik ga daar wat grof overheen, want ik ga dat later nog fine-tunen. Klik ik even met Alt in het masker. En dan zie je dus dat de contouren goed zijn. Maar in het midden moet ik het nog even vullen. Dat doe ik met het emmertje. Dat vind je hier. Hou de toet, muistoets even ingedrukt om het emmertje zelf te selecteren. En ik vul hem in één keer met wit. Omdat ik geen super harde kwast heb gebruikt, krijg ik deze lichte zwarte lijn. En deze vul ik gewoon even heel snel op met de kwast. Nu zie je dus dat mijn gezicht goed is, want dat heb ik zichtbaar op de laag. En eh, daaromheen, als ik even de laag alleen laat zien, is er niks. En kijk je dus naar de onderliggende laag van het haar. Nou, nog een klein beetje fine-tuning met een kleinere kwast, zwart als voorgrondkleur. En je gaat hier gewoon langs de randen. Eventueel kun je nog wat variëren in formaat. En wissel je kleuren als je denkt van hey, dit gaat niet goed. En zo zet je dat aan en uit. Eventueel kun je nog met de dekking wat spelen. Om een beetje een gradatie te maken. Helemaal perfect is het niet. Ik doe het eventjes anders. Ik ga gewoon nog een lager bijmaken. Ik haal het gewoon even extreem weg en ik ga van de wangen. Of op de punten waar het me niet aan staat, ga ik het gewoon nog even opnieuw doen. Dus ik dupliceer mijn laag weer. Deze noem ik dan jukbeenderen. Ik gooi mijn masker weg. Dus dat pak ik gewoon op. Dat sleep ik naar de prullenbak. En ik ga terug naar de filtergallery. En dan ga ik naar de overgang van het haar naar de jukbeenderen. En ga gewoon weer eens kijken van nou wat zou mooi zijn. Bijvoorbeeld dit. Hier moet ik dus de jukbeenderen van terughalen. Dus ik maak weer een masker. En om nou in één keer een zwart masker neer te leggen, hou de Alt ingedrukt en druk op de laagmaskertoets. En je ziet, hij is in één keer zwart. En vervolgens kan ik met een witte kwast dat weer langzaam terughalen. Eventueel kun je nog een aanpassing maken. Net zolang totdat je denkt, oké, okay, dit is prima. Ik ben er nog niet helemaal. Ik dupliceer er nog één keer. Deze laag noem ik hand. Want zoals de hand er daaronder uitziet, ben ik totaal ook niet tevreden. Daar zit geen detail meer in en dat is zonde. En zo haal ik dat in zijn geheel terug. Ben ik bijna klaar, ben nog niet helemaal tevreden. Er zit op de een of andere manier een bruinachtige gloed overheen. Die wil ik eraf halen. Dus ik ga naar een aanpassingslaag. Hier het zwart-witte bolletje. Kies op kleurtoon verzadiging. Trek gewoon de verzadiging eruit. En nu is het wel echt gewoon zwart-wit. En ik maak een nieuwe aanpassingslaag. Deze heet niveaus. En ik trek gewoon het zwart niveau naar binnen. En in die nodig ook het wit niveau. Dus dat je echt het zwart en wit gaat beperken. En hier ben ik wel content mee. Dus ik vind het gezicht mooi omdat ik dat apart heb gedaan en ook het haar vind ik wel fraai, want dat heb ik ook apart gedaan en vervolgens heb ik er nog wat foutjes uitgehaald bij de wangen en de hand. En zo eenvoudig is het dus om je foto om te zetten tot een ads. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei.